Ik ben Bob en ik ben een BMW Genius. En ik neem jullie mee in de wereld van de nieuwe 100% elektrische BMW iX3. Als we kijken naar het design van de nieuwe BMW iX3 zien we een heel traditioneel design, maar met genoeg designelementen die ons verklappen dat het niet om zomaar een BMW iX3 gaat. Aan de voorzijde zien we de traditionele nieren van BMW, maar in dit geval zien we dat ze grotendeels gesloten zijn. Dat heeft ermee te maken met het feit dat een elektrische auto minder koeling nodig heeft dan een auto met een verbrandingsmotor. Dat draagt ook nog eens bij aan een betere luchtweerstand, want de wind kan er zo overheen. Maar iedere moderne BMW heeft natuurlijk actieve lamellen erin zitten. Die zitten er nog steeds achter verstopt. Kijken we naar een ander designelement wat direct opvalt, is deze verticale luchtinlaat. En die hoort bij de air curtain. Dat betekent namelijk dat de wind er op deze manier ingaat en dat zorgt ervoor dat de turbulentie op hoge snelheid binnen in de voorste wielkasten gereduceerd wordt. Nou, en hier zien we ook gelijk de optionele 20-inch aerodynamic wielen. Met daarachter een frozen grey design element die de air curtain nog een keertje benadrukt. We zien er ook een blauwe lijn, die kleur heet i-blauw. Die benadrukt de locatie eigenlijk van het accupakket, laag en tussen beide wielen. We zien ook een originele sikkellijn. Sikkellijn, dat is de lengtelijn van BMW die door de handvatten heen reikt van de auto. En hier nog de originele interpretatie van de Hofmeisterknik. En aan de achterzijde daar vinden we natuurlijk geen uitlaten, maar in dit geval zien we daar i-blauwe diffuserstukken. Die zijn overigens ook in het Frozen Grey te verkrijgen, maar qua design vervangen ze de rol van de uitlaat. Wat direct opvalt in het interieur van de nieuwe BMW iX3 zijn de i-blauwe accenten. Je vindt ze rondom het logo op het stuurwiel, bij de start-stopknop en hier zo om de pook heen. En als we kijken naar de uitrusting van de BMW iX3 heeft BMW het eigenlijk vrij overzichtelijk gehouden. Los van de interieur en de exterieur kleuren die we kunnen kiezen, hebben we eigenlijk twee opties. We hebben een executive pakket en de auto zoals hier staat met een high executive pakket. Dat betekent dat we daarin Harman Kardon geluidssysteem krijgen. Een head-up display en we krijgen gesture control, dat ik met handgebaren het een en ander kan bedienen. We hebben een zogeheten BMW Iconic Sounds Electric. Dat is namelijk door componist Hans Zimmer. Die heeft namelijk een geluid gemaakt om nog meer emotie in die nieuwe BMW iX3 te creëren. We hebben deze leren elektrische sportstoelen. We hebben een adaptief onderstel, adaptieve LED-verlichting voor. En mocht je nou denken dat dat panoramadak ook in dat pakket zit, dat is helemaal niet waar. Want die zit zelfs in het executive pakket, oftewel de standaard uitrusting. Zo adembenemend kan elektrisch zijn. Meer weten over de nieuwe BMW iX3? Neem dan contact met ons op.